kunstenaars, kunstliefhebbers, instellingen, kijkers, kopers. 4 podia, en dat schijnt niet goed te zijn, ik begrijp. 5 podia zelfs. Waaronder eentje dobberend op het water. Kunst in het Volkspark trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Aanstaande zondag is het weer zover. De 9 muzen hebben er stralend weer bij geprogrammeerd. Aan tafel muze nummer 10, Jeroen Hatenbroer, voorzitter van het bestuur van Stichting Kunst in het Volkspark. En we blikken met hem alvast even vooruit op die 28e editie alweer, Jeroen. Dat is een hoop. Richting de 30. Ja, we hebben natuurlijk een beetje corona-jaren gehad, dat het wat moeilijker was. Maar ja, maar worden die meegeteld? Nee, precies. Gewoon echt keurig, echt 28 edities. Ja. Dus we leven ook toe naar Enschede 700, want dan hebben we de 30ste. Dus daar gaan we iets speciaals van maken. Dat is karma, Jeroen. Dat is geen karma, toeval. Zeker prachtig weten. Oh, en we zijn druk aan het oefenen nu. Ja. En jij zei net 4 podia. Nee, ik rectificeerde. Maar heb je het gehoord? Het zijn er 5. Het zijn er 5, hè? Ja, maar heb je er eentje niet op de website gezet? Nou, dat komt omdat het natuurlijk allemaal vrijwilligerswerk is. Dus soms gaat het in de communicatie even nog niet helemaal zoals het moet. Beter dan andersom, dus dat je er 3 hebt in plaats van 4, ja, toch? Ja, zo is het. Ja. En, welk podium missen we? Mensen we missen de website. Het podium van de bandjes. De bandjes? Het X-States podium. Mm-hmm. Ja. En dat, als het goed is, staat het er straks wel op. Want we hebben inmiddels een lijst gekregen. En kom ik uit Haaksbergen, heb ik allemaal borden opgehaald. Want bij ieder podium staat ook het programma. Mooi op borden. En die ene maken we met de hand in. Hartstikke goed. Geen probleem. Een beetje improvisatie hoort daarbij, toch? We gaan heel even helemaal een beeld te krijgen. Even kijken naar onze registratie van Kunst in het Volkspark van vorig jaar. Oh, kijk even mee. Hoe vindt u het hier? Ja, fantastisch. Ieder jaar weer, hè? Ja, het kan eindelijk weer. Ik ben hartstikke blij. Ja. Ja, en we zijn pas 2 kraampjes ver en we hebben al weer geld uitgegeven. Wat betekent deze kunstmarkt voor Enschede? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is voor een stad als Enschede dat ze zoiets überhaupt hebben. Het is een heel mooie markt eigenlijk. Ik vind het elk jaar leuk om hierheen te gaan. Ja? Ja, hier kunnen we ons wel een paar uur van maken. Ja, ja. Vaak heeft u al meegedaan? Oh, ik denk al meer dan 10 keer. Meer dan 10 keer? Ja. Oké. Okay. En wat verkoopt u zoal? Ik maak zelf hoeden. Dus, okay. Jedes Jahr sind wir hier. Und was finden Sie davon? Uns gefällt das total gut, weil so viele verschiedene Künstler auch da sind. Und wir haben schon oft gute Erinnerungen mit nach Hause genommen. Wel heel bijzondere kunst. Ja, hoop ik. Dat is wel de bedoeling. Ja. Ja. Maakt u zelf? Ja, maak ze zelf. Ja. 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 2019 was de eerste keer en ik vond het hartstikke leuk. Veel aanspraak, veel mensen en ook mooi weer. Dus ja, het is dit jaar weer hetzelfde. Dus ja, ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ik ben heel blij voor de kunstenaar zelf, toch? Dat iedereen weer gewoon alles kan tonen wat hij maakt in zijn vrije tijd of als professie. Ja. Van dat je daar van kunt genieten. Nou, deze ring die heb ik ontworpen en dit is wel een heel bijzondere ring. En die noem ik de zelfherinnerring. Dus deze ring herinnert jou aan wie je bent, dus aan jezelf. Bij mijn figuren bijvoorbeeld hebben ze lange gezegd dat dat geen kunst is, omdat dat zo vrolijk is. Kunst moet ernst zijn, nicht? En serieus en gediegen. En wenn einer lustige figuren baut, sei dat geen kunst. Deze figuren zijn zo wie cartoons. Nicht? Nur dat ik niet zeichne, ik bouw die aus Stahl. Nicht? Die haben alle Namen, die werden alle getauft, nicht? Und dann sind das mehr so Wesen. Jeroen. Hey. Wat een dag vandaag, of niet? Ja, Loop maar door. Ik ben helemaal tevreden. Ja, ben je tevreden? Ja, ik bedoel, ik moest kijken hoeveel mensen er zijn. Supermooi weer. Dus hier droom je van als je zo'n evenement organiseert. Ja. En we zijn nu op weg naar de winnaar. En dan vinden wij het leuk om dat met een heel gezelschap te doen. En dan gaan we hem blij maken met dat hij gewonnen heeft. Maar hij weet zelf nog niet. Ik mag jou van harte feliciteren met deze prijs van Kunst in het Volkspark. En die ga ik aan jou overhandigen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, hoe bijzonder is dit? Ja, heel bijzonder. Dit had ik niet verwacht, nee. Ja, ze vonden het mooi blijkbaar. Dus, maar het is een combinatie, denk ik, van... Ja, dat werd net al gezegd, vakmanschap. En alles. Alles, de presentatie... En daar hoor ik zelf ook bij. Ja, wat ik er nog over wil zeggen is... kunst voor mij is een uiting van wie ik ben. En het is... het is voor mij een reis. Van naar mijn essentie. Zo presenteer ik het ook.
Dus alles wat ik creëer, dat komt op uit mij. En het is eigenlijk een reis van terug naar mezelf. Ja, mooi. Ik word er wel vrolijk van. Ik ook, juist ik muziek. Ik wist niet dat ik zelf ook opgenomen was, eerlijk gezegd. We waren op weg naar de winnaar. Ja, we hebben een kleine verrassing voor je bereid. Ja. Ja. Die prijs nog steeds €1500? Zeker, ja. Ja. Even een kleine kritische noot. Maar inflatie en zo, wanneer die kunstenaars... We hebben er eigenlijk niet eens over nagedacht. Nee. De prijs wordt ook... dat is goed. Ik zat met de sponsor, want u... Ik zag het. Ja, ik weet dat jij daar niet per se over gaat. Daar ga je uiteindelijk natuurlijk wel over. Dat betekent dat je minder geld overhoudt voor je organisatie. Ja. En Damstee is wel echt al jarenlang de sponsor. Die sponsort ook echt die prijs en doet nog veel meer. Dus we zijn ook best wel afhankelijk van sponsors. En een beetje bijdragen van de kunstenaars. Ja. En we proberen ook uit de evenementen subsidies te komen. Dat gaat dit jaar denk ik aardig lukken. We hebben vorig jaar, of in de tijd met corona, hebben we een keer een subsidie gehad van de gemeente uit het cultuurdeel. En die hebben we nog steeds, die hebben we niet gebruikt. En we hopen dat we die mogen houden als een soort buffer als het een jaar wat minder is. Maar we hebben deze keer geen subsidie aangevraagd. Nee, dus dat betekent dat sponsorgelden, ik neem aan dat kunstenaars een kraampje met gewoon die betalen krijgen. Ja. We proberen alles kosten. Kijk, we zijn een eendaagse evenement, we hoeven ook geen winst te maken. Nee. We willen geen verlies maken, dat is weer wat anders. Ja. En we proberen gewoon met veel creativiteit te laten groeien. Wat me opvalt is dat het een markt voor bezoekers, mensen die het leuk vinden, ook internationaal is een heel groot woord, maar er komen echt ook mensen van over de grens. En ook niet al te weinig. Hoeveel mensen komen er alles bij elkaar? Want duizenden lees ik overal. Ja, maar geef ze een nummer, een aantal. Daar lopen de meningen natuurlijk over uit. Jouw mening. Ik ga ervan uit dat we tussen de 15.000 en de 20.000 mensen over de hele dag, dat we die ook al hebben. Er zijn dit jaar 200 kramen, 50 podia. Meer dan vorig jaar, 200? Ja, is nog weer iets meer. Vorig jaar hadden we 170. En we hebben, er zijn ook wat mensen afgevallen. Vorig jaar kregen we nog wat kritiek dat er ook een paar kunstenaars bij waren. Daar leek het toch wel heel erg op fabrieksproducten. Nou, we zijn dus dit jaar nog extra kritisch geweest van wie mag er nou wel. Er zit een ballotage wel, zeg maar. We vragen de deelnemers, ze geven zich op een gegeven moment op. En dan sturen ze een linkje naar hun website of naar hun Pinterest-pagina. En dan kunnen we in ieder geval een eerste schifting maken. Als we dan twijfelen, dan gaan we nog een keer bellen en nog wat meer materiaal vragen. En soms vallen de mensen ook echt af. Kan je iets zeggen over die criteria? Waar let je op dan? Nou ja, het belangrijkste is dat we overal divers zijn. Je hoort het ook wel, er is zoveel te zien, zoveel soorten, zoveel maten. Zo zit dat ook bij de mensen die komen kijken. De een die komt voor het abstracte, de ander komt voor, de man, die Duitse die vertelde over zijn stalen beelden die dan geen kunst zouden zijn. Ja, of zelfs een hoedemaker. Een hoedemaker. Bijna ambacht. Maar dat vind ik ook. Dat is best bijzonder. Dus zo probeer je het aantrekkelijk te houden. En ik moet zeggen dat we zijn als je 28 jaar bestaat, dan ben je ook wel bekend. Dus die mensen melden zich ook al. Kunnen we opgeven? Ja, dus het lukt tot nu toe om een goed gevarieerd programma te maken van echt aan de ene kant meer de professionele kunstenaars en aan de andere kant de goede amateurs. Ja, precies. Nou, 28. Hoeveel van die 28 edities heb jij bewust meegemaakt? Ik denk wel 28. Alle 28? Nee, dat begrijp ik. Maar gewoon als deelnemer of als liefhebber of weet ik het. Ja, ik woon 50 jaar in Enschede. Mm-hmm. En ik ben altijd geïnteresseerd geweest in cultuur en kunstdingen. Toen ik nog bedrijf had, was ik ook altijd een van de sponsors. Dus gewoon mee. Gaat vanzelf, ja. Waar komt die interesse? Want jij was, ik weet niet of ik dat net zei, maar jij was cultuurmakelaar, moet je mij horen. Ja, cultuurwethouder, dat is ook een soort cultuurmakelaar natuurlijk. Maar jij was cultuurmakelaar. Waar komt die interesse in kunst en cultuur bij jou vandaan? Ja, ik denk dat je dat meekrijgt van thuis en van school. En ik heb op scholen gezeten waar daar veel aandacht voor was. En bij ons thuis was het ook altijd, cultuur speelde een rol. In welke zin? Muziek, de schilderijen aan de muur, museumbezoek? Ja, zeker. Al die dingen. Uh-huh. En bijvoorbeeld podiumkunst, hadden we een abonnement. Eerst in Apeldoorn in Orpheus en later hier ook in toen nog de Twentse Schouwburg. Mm-hmm. En dan gingen mijn ouders zochten twee dingen uit. We zijn met z'n vieren en mochten we allemaal twee dingen. Dus dan zag je 8 voorstellingen per jaar. Maar ook dus, ik ging ook naar opera omdat mijn vader dat programmeerde en wij deden andere dingen. We gaan niet al te veel over je, maar ben ik toch even benieuwd. Wat is nou zo'n voorstelling uit jouw jeugd, uit jouw kindertijd? Donkey Shocking.
Ja? En Annie M.G. Schmid en Nuna Bett. Annie M., jij hebt Annie M.G. Schmid gezien? Ja, die voorstellingen wel, ja. Ja, oké. Okay. Ja, niet Annie M.G. Schmid speelde zelf niet mee. Nee, nee, die schreef de tekst. Een bewerking, ja. Precies. Oh, oké. Okay. Maar en hoe zat jongetje Jeroen daar toen? Ja, ik vind dat gewoon leuk. Fascinerend. Net zoals ik kijk naar dingen en ik geniet ervan of de ene vind je leuk, de andere vind je mooi. En het vierde ding emotioneert je. Dus ja, ik ben een makkelijke kunstgenieter. Ik heb mijn huis ook helemaal vol hangen met van alles en nog wat. We gaan een kijkje nemen. Ja, doe maar. Ja. Maar. Ik dacht, jij wat wilde vragen. Alleen over Donkey Shocking, want dat is Willem Wilming. Heb je daar ook veel van thuis staan of veel van meegekregen? Ik heb denk ik alle werken van Willem Wilming wel in de kast staan. Volgens mij 8 boeken en dan heb ik zijn middeleeuwse repertoire niet meegerekend. Ja, dat is, vind ik wat minder. Zijn middeleeuwse repertoire, ja. Nee, maar ik heb best wel veel daarvan. En daar gaan we het over mij. We moeten over kunst in de Volkspark hebben. Maar ik was ook wel een Wilming fan. En toen ik 40 was, heeft hij ook op mijn verjaardag opgetreden bijvoorbeeld. Dus ik ben echt wel een liefhebber. Maar ik vind alles mooi en alles leuk. En het gaat mij vooral, en dat vind ik, daarom ben ik ook... toen ik gevraagd werd als voorzitter, wil je voorzitter worden? Ik vind kunst in het Volkspark, daar is voor iedereen wat te vinden. En dat vind ik mooi. Ja. Ik ben niet van het bepalen van, nou, dit is dit en dat is dat. Laat mensen zelf hun oordeel vellen. En dat kan heel goed op kunst in het Volkspark. Ja, nee, dat is helder. Hey, misschien dan toch even naar kunst in het Volkspark. Je hebt een klein beetje aangegeven waarom het voor jou belangrijk is. En ik onderschrijf dat van harte. Ik denk, kunstcultuur is een levensader voor onze samenleving. Is ontzettend belangrijk. Kunst in het Volkspark, deze zondag. Ik bedoel, het is te veel te doen en te zien om... Nou ja, maar wat zijn voor jou hoogtepunten? Van zeg, nou, als je nou gaat, moet je daar toch even langs. Want anders mis je wat. Ja, dat is heel gevaarlijk als je dan een kunstenaar of zo gaat noemen. Ja. Maar het is één van de kunstenaars, dat is een fotograaf. Ben dement in namen. Waanders. Volgens mij. Benny Waanders. Ja. Die doet er eigenlijk al 30 jaar mee. Of 28 keer mee. Die heeft ook wel eens gewonnen. En ik vind dat hij ontzettend mooi werk maakt. Dat moet je gewoon even zien. En dan zie je... daar is echt wat te zien. De winnaar van vorig jaar is ook echt een heel andere kant. Die heeft ook een heel verhaal bij. Dat vind ik wel de highlights. Ik vind het wel mooi als mensen gewoon ook echt een verhaal erbij en een hele performance ervan maken. Maar goed, dat betekent dat je ook even aan zo'n kraampje niet alleen moet kijken, maar even met die kunstenaar gaan staan. Ja, dat is juist het leuke. Ja, dat is het leuke. Ja. Nou zegt men altijd, een beetje zo richting een afronding, maar dat de goede voorzitter, die heeft zijn handen vrij. Want dan is alles voorbereid en iedereen wil het niet meer doen. Is het zover ongeveer of moet je nog veel doen? Ik kom net van de leverancier van de borden die we bij het podium zetten met het programma erop. Dus morgenochtend om 9 uur beginnen we met z'n allen we zijn met 5 bestuursleden of 6. We hebben een waanzinnige ondersteuning van Jolanda van Tellegen. Wie is dat? Heel even voor de, want je noemt haar naam nu. Ja, Jolanda is zeg maar onze, die verbindt alles, dat is ons secretariaat. Ja, precies. En dat is echt heel erg nodig, want het is maar 1 dag, maar je bent er toch wel een groot deel van het jaar mee bezig om het voor elkaar te krijgen. Ja. Dus ja, het is gewoon leuk. En dan kan jij met je handjes op je rug? Nee, want wij hebben een hands-on bestuur, dus je bent de hele dag toch wat aan het doen. Ja. Dat vind ik ook, dat is ook het leuke. Ja, dat is ook waar. We kijken er naar uit. Kunst in het Volkspark aanstaande zondag van 11 tot 5, dat zeg ik goed. 5 podia. 200 kramen, kunstenaars, makers. Maak vooral een praatje met ze. Gratis toegang. Ja, ik heb toch nog een uitsmijter. Je moet er ook vroeg bij zijn. Want van 11 tot 12 speelt een waanzinnig orkest. Jullie eigen Henk ten Hakel heeft dat... De bazuin. Bazuin, precies. En dat is echt bijzonder. En die spelen met een carillon daarbij. Ja, dus een concert wat eerder ook op 13 mei gespeeld was. Precies. Bij de Jacobuskerk in Enschede. Kunnen we nog 1 keer zien. Echt dat is bijzonder. Kunst in het Volkspark zondag. Ja. We hebben een plankier, zijn ook allemaal dansdingen en zo daarna. Maar het is echt waanzinnig leuk om daar even... Dus je moet vooral vroeg gaan. Het is ook heel warm, dus komt goed uit. Kom hier lekker vroeg. Helemaal goed, lekker onder de schaduwen van die bomen in het Volkspark. Jeroen Hatenboer is dat, bestuursvoorzitter van de Stichting Kunst in het Volkspark. Aanstaande zondag.